kijkers, alweer een Cleantech Regio-programma. Waarom, vraagt u zich misschien af? Energiezuiniger leven en kostenbesparing heeft de toekomst. Ook deze aflevering talloze tips om duurzamer te leven en tegelijkertijd geld te besparen. De jeugd moet aan de slag met hun wereld. Hoe worden zij voorbereid op een schone toekomst? Jenaplan School, het Hoge Land in Epen, doet zijn best en is al bezig in woord en in daad. Ik kan even kijken of het onder ligt. Kan ik? Als de kaas op is, dan moet je de verpakking ergens laten en dat is dan afval. Wat je niet meer gebruikt, spullen die je niet meer gebruikt. Ik gooi het dan bij het plastic, want bij ons is de verpakking van plastic. Maar als het van papier is, dan doe je het bij papier en anders als het restafval is, dan bij de restafvalbak. En als je het weggegooid hebt, kan je er dan nog wat mee? Soms niet. Nou, je kan er flessen, bijvoorbeeld spaflessen, die kan je dan in zo'n ding in de supermarkt doen, zo'n soort van automaat. En dan maken mensen daar weer nieuwe dingen van. Kinderen zijn ermee bezig. Door de week zijn we altijd al aan het afval scheiden hier op school. Alleen de bewustwording ervan, het echt erover hebben, daar hebben we deze week extra aandacht aan besteed. Om echt duidelijk te maken van nee, waarom doen we dit eigenlijk? En hoe belangrijk is het voor ons, voor later, om daar een oplossing voor te zoeken? Van plastic kun je ook iets heel moois maken. En maandag hebben jullie al gezien dat we waren begonnen. En we zijn deze week verder gegaan met ons prachtige schilderij. Alles wat we erop geplakt hebben is van plastic. Wij zijn heel erg bezig met te kijken van welke problemen zijn er en welke moet je oplossen. En ik denk dat kinderen zich aan het verdiepen zijn in hoeveel het is. Maar echt voorstellen. René Blok, die vertelde maandag aan de kinderen dat nu de koningspelen geen ballonnen meer oplaten, dat het 1,2 miljoen ballonnen uitmaakt die in de wereld terechtkomen. Nou, en bij dat soort dingen hebben kinderen wel zoiets van wauw. En als ze zien hoeveel ze ophalen in een middagje rommelrapen buiten, ja, daar schrikken ze ook van. Want je loopt er vaak aan voorbij, maar nu kom je er tegen. Jonge kinderen die gaan op vrijdagmiddag altijd hier langs de weg papier prikken. Dat hoort gewoon bij wat we hier op school doen. Een inwoner van Vaassen heeft afscheid genomen van zijn elektriciteitsrekening in en om het huis. Zijn elektrische auto laat hij op met zijn eigen energie, dus letterlijk 0 euro brandstofkosten. In de winter heb je nog wat stroom nodig, zeker omdat ik ook mijn elektrische auto gewoon laad. En dat is toch per laadbeurt 70, 80 kilowatt. Maar dat wordt gecompenseerd door de zomer, dus op jaarbasis heb ik ongeveer break-even. De woning was zodanig oud dat we stookten voor de buren. Dus dan ga je kijken van hoe kun je op een goede manier verduurzamen. Nou, dan kun je een geïsoleerd dak met dakpannen leggen. En wij dachten, we maken alvast een stap verder. En de dakpannen worden vervangen door 100 zonnepanelen. Nou, er ligt een totale capaciteit van 15 kilowatt op. Dus met andere woorden, per uur als de zon er recht boven zou staan, heb je tot 15 kilowatt. Maar op jaarbasis haal ik zo'n 12.000, 13.000 kilowatt van het dak af. Nou ja, de laatste slag die we willen maken is eigenlijk ook van het gas af. Maar dat houdt in dat de ketel die we eigenlijk nog 6 jaar geleden is geplaatst, eerst kapot moet gaan voordat we dan bijvoorbeeld een warmtepomp gaan plaatsen. We hebben daar gekozen voor alles aan de buitenkant wat kon worden aangepakt, hebben we gedaan. Dus nieuwe kozijnen met dubbelglas, HR++ glas. We hebben de vloeren nageïsoleerd. En dat zijn voorzieningen die we tijdens de verbouwing hebben gedaan. En een jaar geleden dan hebben we het dak eigenlijk als laatste grote project van de verbouwing gedaan. We gebruiken nog gas voor verwarming. Maar dat willen we in de toekomst ook, als die ketel kapot gaat, vervangen door een warmtepomp.
Nee, eigenlijk veel. Ik bedoel, je wordt dubbel vrolijk als de zon schijnt. Want het levert veel kilowatts op. Maar gewoon, het is ook mooi weer dan. En ik heb eigenlijk qua voordelen dat je eigenlijk niet meer bang hoeft te zijn voor je energierekening. Nou, de investering is echt voor de lange termijn. Als je kijkt, het totale dak heeft ons zo'n 50.000 euro gekost. Maar goed, als je het dak had vervangen zonder die zonnepanelen, had dat misschien 30.000 gekost. Dus voor die 20.000 euro extra hebben we nu voor de komende jaren eigenlijk gratis rijden qua brandstof. En ook nog eens een keer geen elektriciteitsrekening. En dan praat je toch over dat je het met 10, 15 jaar zeker terugverdiend hebt. De jeugd op de RSG in Epe heeft ook allerlei plannen rondom duurzaamheid. Ambitieus, maar ze hebben het in ieder geval. Duurzaam. Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat duurzaam vooral te maken heeft met het rekening houden met de planeet en met de mens. Want we zijn met zoveel mensen, het worden er steeds meer. En we hebben maar één planeet. Ik denk dat ik over het algemeen best wel duurzaam ben. Ook omdat wij thuis af... Moet ik dat ook wel zeggen? Oh, wacht even. Ik denk dat je altijd duurzamer kan zijn. Afval bestaat niet echt. Ik denk dat we bijna alles wat we weggooien op een manier toch helemaal gewoon moeten kunnen gebruiken. Alleen ik denk dat we er nog goed achter moeten komen op welke manier we dat dan moeten gaan gebruiken. Ik zit onder andere bij ons op school bij de EcoSeek Foundation. En dat is eigenlijk een organisatie die de school en de wereld helpt om duurzamer te worden. We proberen die groep zo groot mogelijk te maken. Zodat we echt wat een verschil kunnen maken. Kleinschalig verschil, maar toch een verschil. Als iets duurzaam is, dan kun je er meer mee dan wat je op het eerste oog ziet. En dan op de manier dat de natuur zo min mogelijk geschaad wordt. Ik ben wel bewust met het milieu bezig, dus ja, ik denk dat ik al duurzaam ben. Ik probeer nu, dit mijn nieuw project nu is, om minder lang te douchen, omdat er dan heel veel minder water verspild wordt. Maar het is wel moeilijk, maar ik werk eraan. Nou, dat ik wel gewoon nadenk van hoeveel plastic zit hier wel eigenlijk niet in en hoe ongezond is het wel eigenlijk niet voor de planeet. En ja, daar ben ik onbewust best wel veel mee bezig. Vega Vrijdag is een vrijdag waar in onze kantine helemaal geen vlees wordt verkocht. Afval scheiden bijvoorbeeld. Ik moet ook elke dag 12 kilometer fietsen. Mijn ouders zouden me kunnen brengen, maar toch kies ik hiervoor om dit gewoon met de fiets te doen. Want ja, dat scheelt ook weer. Ik denk zeker dat het probleem op te lossen is op deze manier. Het is inderdaad wel een begin en een klein begin. Maar een school zijn al best wel veel mensen die je daardoor kunt bereiken. Dus het is wel belangrijk dat het op deze manier gebeurt. Ik ben naar school gefietst. Dat doe ik elke dag wel. Maar het is alsnog wat ik vandaag heb gedaan als duurzaamheid. En ik heb vegetarisch gegeten. Recreatiepark De Jagerstee in Epe weet ontspannen en inspanning te combineren. Duurzaamheid is de gewoonste zaak van de wereld. De campinggast merkt er niets van, niet tijdens het verblijf en zeker niet in de rekening. Dat je een gast niet moet straffen. Mensen komen hier op vakantie te vieren. En vandaar dat je ze moet complimenteren met juist dingen die ze goed doen. In plaats van we gaan mensen niet straffen. We zijn 2 jaar geleden begonnen met Green Key. En Green Key is eigenlijk een certificaat dat we werken aan duurzaamheid. Dat geldt voor eigenlijk alle verblijfsrecreatie. Dat we werken aan een soort aan duurzaamheid. Een duurzaamheid binnen de sector. En er zijn 3 gradaties, brons, zilver en goud. En we zijn vorig jaar zijn wij goud geworden. En dat betekent dat je actief aan duurzaamheid werkt. Gasten komen hier naartoe om die natuurbeleving zo te ervaren. En als je dat kwijt zou raken, dan heeft deze onderneming helemaal geen zin. En dat is wel de drijfveer om als onderneming bezig te zijn met mens, milieu. Dat het altijd mooi blijft. Voor persoonlijk vind ik het, ik vind dat de aarde mooi is en dat we mooi moeten houden. En misschien nog mooier voor de toekomst, voor mijn dochter en de kinderen die misschien gaan komen. Dat kan van waterbesparende douchekoppen zijn. Dat kan natuurlijk voor alle LED-verlichting die we op het park hebben. Maar het gaat ook over, wij zagen hout, wij hebben onderhoud van bos. En het hout wat we zagen, gebruiken we weer. Daar maken we planken van. En daar bouwen we weer bijvoorbeeld stallen van voor de ezels. Of een hekwerk. En zo proberen we ook circulair te werken aan het terrein. Want we krijgen heel veel terug van het terrein.
Afval is het scheiden van afval voor de verschillende containers. Maar ook hier in de horeca hebben we een doggybags die we kunnen meenemen. En wij proberen actief dat we afval gaan scheiden om uiteindelijk een mooie duurzaam bedrijf neer te zetten. Je betaalt niet voor duurzaamheid, je betaalt niet een extra bedrag. We investeren natuurlijk in het bedrijf. Elk jaar komen er prachtige projecten en we proberen duurzaamheid. Zo gaan we bijvoorbeeld bij het toiletgebouw zonnecollecteren dit jaar monteren. En dat zijn allemaal kleine dingen die we proberen om duurzaam te zijn. Maar daar ga je niet extra voor betalen, absoluut. Volgens mij zijn wij echt nooit klaar met duurzaamheid. En die ambitie is er ook. En dat is zo leuk om daar dagelijks mee bezig te zijn. Om elke dag een afweging te maken. Gaan we nou voor, gaan we iets investeren? En wat is dan duurzaamheid? Zwembad de Koekoek doet zwemmers een groot ecologisch plezier. Zonder dat het direct zichtbaar is, zijn alle denkbare maatregelen genomen. En daardoor is het zwemmen veiliger, verantwoorder en duurzamer geworden. Vroeger was er een sportstichting, noemde ze voor de hele gemeente. Die hebben gewoon per gebouw een stichting die vrijwilligers bij elkaar zien te vinden. En zo zijn wij als stichting, de Wieken en de Koekoek. Dat is één stichting geworden sinds anderhalf jaar. En wij moeten dus dit rendabel maken. We hebben in principe niks met de gemeente te maken. Wij moeten een begroting indienen. We krijgen subsidie. Die subsidie die is niet eeuwig, maar de rest moeten we zelf. Tot op dit moment, namelijk dat we hier nu staan, is het hele gebouw volgens alle normen is het gebouwd. De wet wordt nog wel eens veranderd, namelijk dan moet je weer aanpassen. En onze manager die sleept er bovenop. De energie is, dat is voor ons als stichting toch een wandeling geweest, want praten we dan over 10 tot 15 jaar terug. Toen we daarmee begonnen, toen bleek er namelijk dat er een subsidie was om houtgestookte kavels. Je hebt pellets, dat zijn van die kleine dingetjes, en je hebt houtsnippers. En wij zijn dus met houtsnipper, met de kachel. Wij hebben daar in principe niks mee te maken met de kachel. Wij kopen of per maand, we betalen alleen maar warmte. Verder niet. Onderhoud hebben we voor 10 jaar afgekocht. Hoe jammer het ook is, kijk, want met die houtkachel, er kan wel eens een keer wat een storing komen. Dan kunnen we niet zeggen, mensen, ga er maar even uit. Als die houtkachel uitvalt, gaat die automatisch op gas. Hebben we dat toch goed gedaan. En we moeten rekenen, het bad wat we hier voor ons zien, is wel 32 graden. Een wedstrijdbad is 27 graden. Om dat allemaal goed op temperatuur te houden, moet je nogal wat doen. Vooral in een dorp hoor je gauw genoeg als er een keer wat met water is. Wij hebben 850 zonnepanelen op het dak sinds 2017. Ja, kon je een subsidie krijgen van de gemeente. Je moet het in 10 jaar terugbetalen. Triodos Bank die moest daar toestemming voor geven, want dat is een groene bank. En die vinden dat prima. Dat zijn investeringen die kunnen wij namelijk als stichting, want dat kun je dus niet als stichting, alleen betalen. Voordat de wethouders aan het woord komen, kijken we achter de schermen van het waterschap Vallei en Veluwe. Een lagere waterrekening en schoner water, dat is wat ze daar voor ogen staat. En dat gaat lukken. De gemeente Epe en Voorst lopen zeker voorop. Nederland heeft gezegd in 2050 circulair te zijn. Als waterschappen werken we daar ook aan. De eerstvolgende zuivering die wij willen bouwen in Terwolde zal een circulaire zuivering worden. Alle zuiveringsinstallaties die rioolwater zuiveren, doen dat met behulp van bacteriën. Die zorgen ervoor dat het opgeloste afval, vuil in rioolwater, wordt opgegeten en omgezet in CO2 en schoon water. Nereda is een innovatief nieuw zuiveringsprocedé. Deze innovatieve nieuwe zuiveringstechnologie die is in Epe gebouwd. Dat is ook de eerste ter wereld die hier gebouwd is. Door onze huidige koning geopend zelfs. En het is echt een wereldprimeur. En je ziet dat het nu in de hele wereld uitgerold wordt. En het leidt er ook nog eens een keer toe dat we 30% minder energie verbruiken om rioolwater te zuiveren. Waar leidt het ook nog eens een keer toe? Dat we 70% minder ruimte nodig hebben om een zuivering te bouwen. En dat is zeker in het westen van Nederland belangrijk, maar ook hier. Wat kan de inwoner doen om duurzamer te zijn? Nou, u begrijpt, we willen eigenlijk het regenwater niet op deze zuivering hebben, want regenwater is schoon. Dus wat kun je doen? Ja, je tuin minder verharden. Of als je dat doet, zorgen dat het water bezinkt in je tuin. Wat je ook kunt doen, is minder drinkwater verbruiken, minder douchen. Want dat water is relatief schoon, maar komt wel hier en moet nog wel gezuiverd worden.
inwoner merkt als we meer van dit soort installaties gaan bouwen, is dat hij 30% minder energie verbruikt en dus minder kosten maakt. Dat de investering die hier gepleegd is om hem te bouwen, was 25% minder dan een conventionele zuiveringsinstallatie. Minder grondgebruik. En dat betekent op termijn dat, dat de zuiveringslasten minder snel stijgen. Er worden minder kosten gemaakt. De wethouders Aalbers en Visser zijn hard bezig, dagelijks met beleid. Ze gaan ook graag in op wat er 20, 21 en 24 april in Epe en in de samenwerking met Forst te beleven is op het Cleantech Tomorrow Festival. Het is inderdaad een hele inspanning, maar dat is zeer de moeite waard. We doen die inspanning graag. Het doel is hier vooral wat voorop staat. Hè? De cleantech-gedachte, de cleantech-idee, de cleantech-streven. Om dat goed over het voetlicht te brengen. Dat doen we al een aantal jaren in onze regio. Bij Tourbeurt door verschillende gemeenten wordt het jaarcongres georganiseerd. Tot nu toe was dat vooral voor mensen die op beleids- en beslisniveau zitten. En deze keer... Gemeente Epe samen met gemeente Forst hebben het overgenomen om het dit jaar te doen. En wij willen naast die doelgroep ook de doelgroep van de gewone inwoners graag bereiken. En niet alleen de gemeente Epe natuurlijk. In die cleantech-regio is het ontzettend belangrijk dat we ons bewust zijn van het circulair maken van afval. Want afval bestaat inderdaad niet. Het is een grondstof. En kinderen weten dat al heel goed. Nou laten wij als volwassenen dat ook ons tot zich nemen. En daar kunnen we echt nog hele grote stappen in Epe, maar ook in de regio mee maken. Dus vandaar dat we wat extra activiteiten daarvoor op de rol hebben gezet. Het is denk ik een logische opvolging van de lijn die is ingezet. Je kunt blijven praten met beleidsmakers en beslissers. Maar het gaat om de mensen die het straks echt moeten doen. Hè? Ik denk dat we onderschatten hoeveel bedrijven we al hebben die zich hiermee bezighouden. En ik denk dat dat stuk bewustzijn heel belangrijk is om dat met onze inwoners, maar ook met de scholen te delen. En bijvoorbeeld op 20 april... als wij hier lokaal onze Cleantech Tomorrow event hebben, dan gaan scholen kijken bij bedrijven die daar al heel ver mee zijn. Nou, en dat is natuurlijk goed als die kinderen thuiskomen en daar met hun vader en moeder en opa's en oma's over hebben. En die mensen die het straks moeten doen, die zitten nu op school. Dat is de jeugd en het is hun toekomst waarvoor we nu aan de slag gaan. Dus het is alleszins logisch om hen erbij te betrekken. Ik denk dat bewustzijn veel beter kan. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen gezin kijk, ik heb 4 meiden, ben getrouwd en er komen ook vaak nog eens een keer van de jongens over de vloer. Nou, dan gaat er behoorlijk ook inderdaad spullen komen er bij ons midden binnen. En dan heb je het er wel eens over. Jongen, wat zit die plastic afvalbak vol? Nou, 3 jaar geleden ging dat ging dat gewoon nog allemaal in die grijze container. Dus in die zin, bewustwording is heel erg van belang. Nou, dat doen we in ieder geval ook al met het Cleantech Tomorrow event. Duidelijk toch? Ook in Epe wordt hard gewerkt aan het motto samen naar een schone toekomst in de Cleantech regio. En wilt u weten wat er allemaal te doen is in Epe en Forst op 20, 21 en 24 april? Kijk dan op www.cleantechtomorrow.nl. Dit programma is terug te kijken op www.cleantechtv.nl. Mooi is het als u ook iemand anders attendeert op dit programma. Alle uitzendingen zijn in ieder geval dag en nacht on demand te bekijken op www.cleantechtv.nl. Tot de volgende keer!